Je zegt heel veel hè? Besef je dat wel? Ja, dat mag niet, hè? Vonden ze bij u heel vervelend. Ja, dat hebben ze opgeschreven. Vrienden, welkom bij Boos deze week op dinsdag, omdat de verkiezingen op woensdag zijn. En dus tijd voor een deel 2 van onze politieke reeks. Met deze week Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging, die nog wat moet stoeien met de cijfers. Ja, kijk, dat is 22 miljard. Kijk, waarom dat heb ik gefactcheckt. Er wordt gezegd eigenlijk dat dat niet waar is door één vandaag. Oké. En voorman van GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans. En een, nou laten we zeggen, opmerkelijk verloop van onze gesprekken. Ik heb een interview aangevraagd helemaal. Ja, ga je gang. We hebben hierover gemaild. Juist. En ook aan hen hebben wij nog een aantal vragen. Zin in, daar gaan we. Ja, welkom bij de tweede aflevering van deze reeks, waarin wij spreken met politici die de meeste kans maken om na de verkiezingen te regeren. Vorige week zag je bij ons Omtzigt en Jessel Guus. Het toeslagenschandaal is niet een bewust beleid geweest van mensen die gezegd hebben, ja, we moeten iets tegen deze ouders doen. 50 al hoog. 50 al hoog? Het is 50 al hoog. En ook deze week gaan we weer op pad met de vraag, meneer of mevrouw de lijsttrekker, schep nou eens duidelijk, wat vindt of wil u nou echt? En we gaan dus langs bij Frans Timmermans van GroenLinks, Partij van de Arbeid, en Caroline van der Plas van BBB. En we beginnen bij die laatste. Let op. Goed, Caroline van der Plas staat in 2018 nog op de kieslijst voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van Deventer. Maar dacht in 2019, nou, het CDA doet te weinig voor de agrarische sector. En dus richt ze met twee mannen van het marketingbureau Remarkable de Boer-Burgerbeweging op, BBB. In 2021 komt BBB met één zetel de Kamer in en vanaf daar vergaart de BBB veel macht. Van der Plas verschijnt met hoge regelmaat in de media. Tijdens de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in 2023 wordt de BBB in alle provincies de grootste en verovert zo dus ook 16 zetels in de Eerste Kamer. En wie ook de grootste partij wordt deze verkiezingen, de BBB is dus een belangrijke gesprekspartner. Dan inhoudelijk. BBB kan worden gezien als een conservatief-liberale partij. Over stikstof zegt de BBB, de huidige stikstofwet moet van tafel. Sterker nog, er moet volgens Van der Plas een noodwet komen om het probleem op te lossen. Afgelopen april peilt Van der Plas met BBB nog zo'n 30 zetels. Nu zijn dat er iets minder dan 10. Een van de hoofdoorzaken lijkt de opkomst van Omtzigt's NSC. Een andere oorzaak is mogelijk onduidelijkheid tijdens de campagne. Zo is het een tijd lang niet helder of de nummer 2 van BBB, oud-CDA-minister Mona Keizer, nou premierskandidaat is of niet. En spreken Van der Plas en Keizer elkaar soms tegen. Bijvoorbeeld over het maximum van 15.000 migranten dat ze willen. Ook wordt er getwijfeld aan de deskundigheid van Van der Plas. Toonbeeld daarvan is misschien wel een interview met De Telegraaf, waarin ze niet uit kan leggen hoe ze haar plannen, die de BBB niet door het CPB laat doorrekenen, wil financieren. Ze zegt daarover, een verkiezingsprogramma is een wensenlijst met wat je graag zou willen. Kortom, genoeg om eens te bevragen en dus maakten we met haar een afspraak voor een interview. Ik heb haar nog nooit ontmoet, Caroline van der Plas. Nee, ik heb haar op afstand wel eens gezien. Maar zover ik weet heb ik haar nog nooit ontmoet, behalve op Twitter. Met kleine onenigheden op Twitter. Ja? Tientje dat ze hier wat over zegt. Over je sjaaltje? Ja, is goed. Heb je dat voor haar gedaan? Nee, zeker niet. Nee. Okay. Ja, zo van. Misschien toch wel. Mijn outfit is een gespreksopener. Ja, ik kom je in zit er wel echt een thema een uit, een witte toch? Vlag, boerengroen. Ik kom in vrede. Ik heb gewoon wat vragen. Nee, dit is toeval, maar het is ook leem toeval. Nou, ik denk dat ze het wel kan waarderen. Kijk hoe enig. Zou dat er zijn? Rijdt ze nou zelf? Ja. Ze rijdt zelf. Ik denk die wordt Verbaast het je? Ja. Zo. Zo, dag mevrouw van der Plas. Goedemiddag. We hadden een afspraak met u. Wist u dat ook, of niet? Ja, ja, oké, wel, ja. Ik ben helemaal verbaasd. U komt zelf aanrijden. Ik denk... Zelfstandige vrouw, hè? Zelfstandige vrouw. Ja. Heel normaal gebleven. Ja. Hi, Tim. Hi, hoe is het? Goed, met leuk u? Je te ontmoeten. Ja, insgelijks. Ja. We bespraken het net.
Hi. Volgens mij hebben we elkaar nog nooit echt ontmoet, geloof ik. Nee, we hadden volgens mij een soort van halve afspraak om een keer podcast te doen. En wat Twitter-ruzietjes, maar dat de kleine dingetjes. Ach ja. Zo gaat het. Ik wil eigenlijk met u even door uw politieke agenda heen lopen. Ja? Voor ons publiek. En met de grote vraag om te beginnen. Wat is nou het grootste probleem in Nederland? Boah. Er zijn heel veel grote problemen in Nederland. Wat schiet er als eerste omhoog? Nou, kijk, wat het grootste probleem is in Nederland is dat er heel veel crisissen zijn, zeg maar. Een zorgcrisis, een woningcrisis, een asielcrisis, een toeslagenschandaalcrisis, een Groningen aardbevingsschadecrisis. En er is heel veel opeengestapeld de afgelopen jaren en er is eigenlijk heel weinig opgelost. En dat zorgt ervoor dat gewoon grote groepen mensen in Nederland gewoon in de knel zitten. Ja, VVD heeft 13 jaar in het roer gestaan dadelijk. Ja. Wil u regeren met de VVD? Zeker. Ja. Ja. En het klinkt gek, hè? Ja. Ze hebben allemaal niks gedaan en allemaal slecht. Maar ik wil wel graag met ze regeren. Ja. Dat komt omdat ik denk dat het goed is dat Rutte weg is. Ja. Dus als ze nu echt ook gaan doen wat ze zeggen te gaan doen. Ja. Bijvoorbeeld de migratiecrisis mee helpen oplossen. De woningcrisis mee helpen oplossen. Ja, dan denk ik dat het goede punten zijn. En daar willen wij natuurlijk wel op samenwerken. Als u moet kiezen, regeren met de PVV of met de PvdA? Goeie dag zeg. Daar kan ik toch geen antwoord op geven. Ja, dat vind je misschien slap. Nee, ik vind het niet slap. Maar ik kan wel voorstellen dat je een kiezer bent, dat je misschien wil weten, gaan we over links of gaan we over radicaal rechts, extreem rechts? Ja. Rechts. Ik bedoel, je hebt ook andere partijen in een coalitie. Hè? En dat zeg ik, dat ligt er ook aan wat Geert Wilders zeg maar bereid is om op te geven. Kijk, ik vind de PVV bijvoorbeeld op zorg gewoon hartstikke goed. Ja, de PvdA ook. Ja, ook, maar toch ietsje behoudender nog. Ja, weet je, alle tweede partijen zullen behoorlijk wat water bij de wijn moeten doen. Ja. Willen ze willen wij als BBB zeggen van, nou, daar kunnen we wat mee. Ja. En noem eens wat. Wat moet de PVV de deur uit doen? Nou ja, kijk, weet je, dat grenzen dicht, dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Ja, tuurlijk kun je fysieke barrières neerzetten, maar... Koran verbieden? Nee, natuurlijk niet. Want dan ga je... We hebben vrijheid van religie in Nederland. Dat kun je niet verbieden. Dat wil ik ook helemaal niet verbieden. Weet je, dan kun je ook zeggen de Bijbel verbieden. Ja. Dat moeten we ook niet hebben. Volgens mij de verschillen tussen u en de PvdA zijn heel duidelijk. Als het gaat om groen, als het gaat over landbouw... heeft wel wat sociale aspecten. Ja, sociale domeinen kunnen elkaar wel vinden. Ja. Maar op het natuur en landbouw, dan is het daar ook krimp. En ja, ze hebben gewoon totaal geen idee wat dit gaat betekenen voor ondernemers. Wat het gaat betekenen voor het landschap. Wat het gaat betekenen voor de werkgelegenheid. Dus ja, je hebt gewoon verschillende punten waar je het gewoon echt totaal niet mee eens bent. Ja. En sommige punten waar je het misschien wel heel erg eens bent. Dus ik vind dat toch lastig om te zeggen. Ja. Ik ga dan liever over rechts dan over links. En we moeten kijken. Wilders geeft aan dat hij bereid is om wat in te leveren. Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd wat dat dan is. Ja, dus maar goed, kijk, jij plakt er het stempel extreem rechts op. Daar gaat bij mij weer allemaal rode vlaggen van alsof het nazi's zijn. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar in die hoek wordt het vaak wel gedoet. Ja, maar extreem rechts is ook nazi's en fascisme. Als je literatuur erop naslaat, dan wordt er gezegd PVV is een extreemrechtse partij met extreemrechtse retoriek. Ja, nou, wetenschappelijk. Ja, goed. Ik vind het een rechtse partij en rechtser dan wij. Ja. Maar ik hou niet van het extreem rechts en het gelijk in een hoek drukken van fascist, racist, nazi. Dat heb ik dat nu niet gezegd. Nee, dat is wel de beeld. Ik haal de literatuur even aan alleen. Nee. Wat bent u bereid in te leveren als u dadelijk aan tafel gaat zitten? Want u wil meeregeren, dat heeft u gezegd. Ja. Kijk, op het landbouwgebied. Wij zijn niet voor het verbod op vergunningen voor grotere stallen. Kijk, je ziet dat vaak de oudere, kleinere stallen... Die worden gesloopt, er wordt een nieuwe stal neergezet. Ja. Die zijn vaak groter, maar die voldoen aan veel meer wettelijke regelgeving en eisen dan dat je nog hebt als je die oude stal hebt. Hè. Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is, wat gaat u inleveren aan tafel? Waarvan zegt u nou? Dat weet ik nog niet. Nee? Nee. Er zijn een paar dingen die ik nog niet helemaal helder heb bij u. Ja. Bijvoorbeeld over hoe u nou die zorgkosten omlaag wil brengen. Refereer ik even naar het Telegraaf-interview. Je zegt heel veel hè? Besef je dat wel? Ja, dat mag niet, hè? Vonden ze bij u heel vervelend. Ze hebben ze opgeschreven. Kijk, heb je weer. U weet waar ik het over heb, hè? Die 7 miljard binnenhalen.
Ik kan een aantal regels, ik kan het nu voor opzoeken, dat linkje Henk. Google even op administratieve lastenzorg 22 miljard of zo. Ja. Weet u inmiddels al waar hij de euro's vandaan wil halen? Nou ja, kijk, dat is 22 miljard. Nou, kijk, waarom dat heb ik gefactcheckt en, ja. en er wordt gezegd eigenlijk dat dat niet waar is door één vandaag. Oké. Dat mensen, ook de experts zeggen, we weten niet waar Van der Plas het vandaan haalt. Ja, nou ja, die wil ik dan nog wel even googlen zo meteen. Wij geloven erin, en dat is het belangrijkste, dat je de administratieve lastendruk in de zorg, ja, is gewoon gigantisch. Dat werd ook gesteld, hè? Ja. Dus een zorgmedewerker is 10 uur per week bezig met administratie. 40% 35% is het volgens mij. Nou, ja. Dat is deels nodig, zeggen experts ook. Maar mijn vraag is dan alsnog, waar gaat u nou de euro's vandaan halen? Nou, doordat je de onnodige administratieve lasten weghaalt, bespaar je gewoon heel veel kosten. Maar hoeveel? Ja, ik zeg 22 miljard. Ja, ik zeg nu het tegen kan u... 22 miljard. Ja, juist, ja, maar je hebt nu een papiertje voor je. Ja. En... ik kan het u laten zien als u dat prettig vindt. Ja, dat zeker. Ja, we moeten ook zo naar binnen. Ja. Lastenzorg. Oh ja, maar ik heb hier niet heel veel tijd, nee, om dat snap voor ik. Te kijken. Neemt u het van me aan. Dus, neem het voor je aan. Dus, wat we ook zeggen, overigens zijn wij ons programma aan het doorrekenen. Dat komt deze week, hoop ik, helemaal uit. Maar niet door het CPB. Ja, BBB liet haar programma, net als veel andere politieke partijen deze verkiezingen, niet doorrekenen door het CPB. Daardoor is het moeilijk in te schatten hoe BBB haar ideeën nou wil financieren. Wim Suiker, voormalig econoom bij het CPB, rekende het programma van BBB voor de NOS wel door en concludeerde dat BBB het overheidstekort laat oplopen met zo'n 7 miljard. En dat is een minimale schatting, want ook bij die partijen, en hij heeft het dan ook over NSC, kwam hij veel vaagheid en onduidelijkheid tegen. Aldus de NOS. De doorrekeningen die BBB zelf zou laten doen, hebben wij nog nergens kunnen vinden. Jee, maar weet je, het CPB, dat wordt allemaal zo groot gemaakt. Weet je, het CPB, alsof dat de heilige graal is. Er zijn heel veel financieel specialisten... Ja, die u zelf inhuurt. Ja, nou... Dat is een beetje slagenkeurd eigen vlees. Ja, denk je dat D66 niet zijn eigen mensen inhuurt? Ik sta hier nu met u. Ja, nee, maar dat vind ik zo onzin. Ja, waarom is dat nou onzin? Slagenkeurd zijn eigen vlees. Ja, alsof wij criminelen inhuren, of wat? Dat zeg ik niet. Ik vind dat de CPB berekent wel het termijn, maar dat is tot 4 jaar. Maar niet op de lange termijn. Dat heb ik u zien. U wil langer termijn, maar dan nog, dus... de armoedeaanpak bijvoorbeeld ook ziet, zag ik geen cijfers bij staan. Ik zie geen belastingverhoging voor miljonairs. Die 22 miljard, zoals ik dat lees bij Eén Vandaag, klopt dat dus niet. Dan is mijn vraag, maar daar heeft u geen antwoord op. Waar komen die euro's vandaan? Door de administratieve lasten te verlagen in de zorg kun je heel veel besparen. Ja. Je kunt heel veel besparen door te investeren in de zorg. We gaan straks helemaal afhankelijk worden van ofwel ZZP'ers... ofwel van arbeidsmigranten in de zorg als we hier niet iets aan doen. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen thuis in een huis wonen... dat ze geen thuiszorg hebben, dat ze 3 dagen daar zitten zonder gedoucht te worden... of in een luier die niet verschoond kan worden. Ik vind het verschrikkelijk en ik wil daar inderdaad in investeren. En als de hele wereld wil dimdammen van het kost dit of het kost dat... dat vind ik helemaal prima, maar ik wil dat die mensen gewoon goed verzorgd worden. Helder. En wij hebben een zorgplicht als overheid. De overheid is voor de burger en niet andersom. Nog één ding. Ja, snel. Die 15.000 asielzoekers per dag. Daarvan zegt uw nummer... per jaar, sorry. per jaar, dat is de schoen links. 15.000 per jaar worden binnengelaten. Dan is natuurlijk de vraag 15.001. Daarvan zegt uw nummer 2, Mona Keizer, zegt van... ja, die nummer 1 die heeft echt niet pech. Dat zegt zij in Trouw. Daarvan zegt u misschien naar Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië. Hoe gaat u dat nou doen? En welke migranten? Want je hebt natuurlijk kennismigranten, arbeidsmigranten. Je hebt studenten, je hebt asielzoekers. Dit getal 15.000 is voor ons asielzoekers. Oké. Als je het over asielzoekers hebt, ja, kijk, ik vind het best een vervelende discussie. Als mensen gaan zeggen, ja, en wat dan als het 15.000 is? Ja, weet je. Maar dat is natuurlijk wel de vraag. Nee, maar als die mevrouw uit Afghanistan 4 kinderen heeft en dat 4e kind is 15.001, denk je dan echt dat wij zeggen, ja, maar... Ik weet het niet. Natuurlijk, die 15.000 eensen. Tuurlijk. Ja, maar u zit eigenlijk eventueel in een coalitie met Wilders... en die zegt, oké, harde last, 15.000. En dan is er dus 15.000, 1, 2, dan breekt er een oorlog uit. Oekraïne, volgens mij waren dat... Het gaat erom dat het behapbaar is. Ja. En ik wil ook zorgen voor mensen in Nederland, die hier al wonen... die op een woning zitten te wachten, die zelf op de wachtlijst staan. En dat is allemaal door VVD-beleid, dus niet door asielzoekers, maar door VVD-beleid. Stef Blok heeft de woningmarkt verkocht. Ja, maar dat heeft ook met immigratie te maken. Dat is een heel klein percentage. Ja, dat weet ik. Heel maar klein we percentage. Moeten wel ergens gaan beginnen. Dat moet echt gebeuren. Bij oorlogsvluchtelingen. Ja,
Weet je? Ik vraag het u. Ja, is ook wij een antwoord. Wij vangen Oekraïners op. En daar hebben, wij zijn altijd voor de opvang van Oekraïners geweest. We zijn inmiddels 100.000 inmiddels naar Nederland gekomen. Maar mensen hebben niet per se het recht om in Nederland opvang te hebben. Er komen ook heel veel mensen. Die komen via andere landen naar ons toe. Ja. Nou, daar hebben we de Dublin-akkoorden voor. U mag naar binnen. Nog één ding. Wat kunt u wel beloven aan Nederland? Dat ik ga strijden voor de mensen die in ons land wonen. En dat is iedereen die in ons land woont. Dus niet alleen de autochtone Nederlander. Iedereen die hier woont. Dus ik beloof te gaan strijden. 100%. Dank voor het verhelden. Is goed. Succes zo. Oké, doei. Doei, doei. Doei. Succes, hè. Doei. Oké, dat was Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Dan tijd voor de vierde en laatste lijsttrekker van deze reeks. Eigenlijk de enige lijsttrekker op links. En dat is Frans Timmermans. En als je denkt, god, echt al veel te veel politiek gezien. Blijf toch nog maar even kijken, want dit wordt boeiend. Nou, Frans Timmermans dus. Hier zijn zijn cv en dat is lang. Timmermans is voor de Partij van de Arbeid eerst lid van de Tweede Kamer. Dan staatssecretaris, dan weer Kamerlid en dan minister van Buitenlandse Zaken. Vervolgens gaat hij naar Brussel. Daar wordt hij eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en twee termijnen eurocommissaris. De Green Deal, de lijst plannen om de EU in 2050 klimaatneutraal te krijgen, wordt gezien als zijn grootste verdienste. Afgelopen zomer dient hij zijn ontslag in als eurocommissaris, want, dubbele punt, hij wordt lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van GroenLinks, Partij van de Arbeid. De missie van Timmermans, GroenLinks, Partij van de Arbeid, de grootste maken en dan ook premier worden. Over het programma van GroenLinks Partij van de Arbeid. Volgens het CPB daalt door dit programma de werkloosheid het hardst. Klimaat en milieu staan hoog in het vaandel bij de partij en het minimumloon gaat naar 16 euro. Verder staat door een op het partijcongres ingediend amendement de afschaffing van het Koningshuis nu in het partijprogramma en de partij wil strijden voor gelijkwaardigheid voor gemarginaliseerde groepen. Over regeren zegt Timmermans liever niet met de VVD. Kortom, het programma is links en progressief. Maar er is ook gemorrel in de achterban. Zo zegt Timmermans dat de stikstofdeadline van 2030 toch niet bindend hoeft te zijn en is er kritiek op zijn visie op Israël-Gaza. Kamerlid Kautar Boussalit trekt zich zelfs terug van de lijst. Ook opvallend zijn de flirts met Omtzigt van Timmermans. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar de heer Omtzigt en ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben. Terwijl NSC ideologisch niet helemaal of misschien zelfs helemaal niet op één lijn ligt met GroenLinks Partij van de Arbeid. Dus tijd voor ons om eens wat duidelijkheid te vragen. Voor de goede orde, we zijn backstage bij de Klimaatmars in Amsterdam. Hier zijn lijsttrekkers aanwezig en wij hebben het voor elkaar gekregen dat we Frans Timmermans kunnen spreken. Die staat nu daar. Die moet straks nog het podium op. Zie je dat? Dat is Frans Timmermans. Die laten we nog heel even staan, zoals je vlak voor je wedstrijd gaat boksen, weet je wel. Ja. Dus wij gaan hier een beetje kijken, een beetje wachten en dan is het hopen. Ik heb net een woordvoerder gesproken, heel snel was de camera nog uit. Er was een beetje consternatie achter. Maar we kunnen hem straks wel spreken waarschijnlijk. En zo niet. Dan? Toch. Ja, je hebt het vorige week misschien wel al in de pers gezien. Er ontstond enige consternatie bij die klimaatmars waar wij dus ook waren voor dat interview. In de pers zag je wat er aan de voorkant gebeurde. Het gebeuren met Greta Thunberg en een verontwaardigde man bijvoorbeeld. Maar achter de schermen ontstond ook opschudding. Let op. And when we say Free Palestine, it symbolizes all the oppressed people in the world. Wat er dus net gebeurde, het is op podium. Eigenlijk volgens mij is het hier backstage grimmiger dan voor het podium. Dat idee heb ik ook, maar er zijn wat mensen die willen niet dat er over Palestina gepraat wordt. Maar de vraag is nu, er zijn namelijk die lijsttrekkers die allemaal naar dat debat gaan of ze gaan. Want er is gewoon heel veel consternatie. Ja, als de camera uit is, vertelt een woordvoerder van Timmermans dat Timmermans dus twijfelt het podium nog op te gaan vanwege de Palestina-leuzen. Een andere woordvoerder van Timmermans maakt de organisatie van de Klimaatmars nog even duidelijk waar het over moet gaan op het podium. Nu ook weer. En dan zorgt hij toch niet rustig. Dat is echt zo. Dus we moeten gewoon nu even de lijn trekken. Zorg niet meer over het klimaat. Was dat nou Team Timmermans? Ja, verdomd. Die dat zei. Ik had mijn zender erbij. Had je dat? Ja, hè? Ja, die zei dat het over niks anders meer op het podium mag gaan dan klimaat. Nou, uiteindelijk gaan Timmermans en de andere politici dus toch het podium op. En na een tijdje wachten krijgen we dan eindelijk de gelegenheid om Frans Timmermans, zoals afgesproken, nog te interviewen. Maar dat wordt nog ingewikkeld. Ja? Ja.
mag. Dat mag. Tim wil een klein beetje naar achteren voor het geluid. Sorry. Oké, nee. Het is een verwarrende middag. Het is een verwarrende middag. Ik ga wel ook even daarin, dan hang ik even een zender om het goed te horen en dan... Goedemiddag, hè? Yep. Ja. Ik hang hem hier. Termans, welkom. Ik zit in Boos. We maken een uitzending over wat willen de lijsttrekkers die kans maken om te gaan regeren nou eigenlijk. Ja. Hoor me eerst even, wat is het grootste probleem van Nederland volgens u? Kies er één. Nou, ik denk dat de klimaatcrisis het meest bedreigend is voor onze toekomst. Ja. Als je op de korte termijn kijkt, hebben we andere problemen. Wonen is een enorm probleem. Ja. Mensen hebben veel te lage inkomens, daar moeten we wat aan doen. Maar als je iets langere termijn kijkt, zo over de komende 10, 20 jaar, als je aan je kinderen en je kleinkinderen denkt, dan is de klimaatcrisis het grootste probleem dat we hebben. En daar borduren we gelijk even op voort. Even voor dit interview zei Timmermans namelijk opeens dat de stikstofdeadline van 2030 niet meer per se gehaald hoeft te worden. De vraag is nou, hoe zit dat eigenlijk? Nee, wat ik gezegd heb is, we moeten het natuur, wat voorop staat is dat de natuur moet zich kunnen herstellen. Ja. Dat kan door stikstof te halveren. Ja. En dat willen we graag doen. Maar als jonge boeren zeggen, we hebben ook andere manieren om er te komen en we halen hetzelfde doel, dan ben ik bereid om te praten over andere manieren. Maar het herstel van de natuur moet, zoals is afgesproken met Europa en zoals is opgelegd door de rechter. Daar kunnen we niet veranderen. En wat ik me een beetje afvroeg is, ontdekt u dat dan nu pas? Dus spreekt u dan nu pas die boeren voor het eerst en denkt u, shit, u heeft nog helemaal niet gesproken dat we het programma gingen schrijven? Nee. We houden vast aan het programma. Ja. Het is alleen de vraag, je kan op verschillende manieren de doelen in dat programma bereiken. En ik wil over de brug komen. Ik wil kijken of ik mensen daarin mee kan krijgen. Ja. Als zou blijken dat je ook via andere methodes daar kan komen, dan moeten we dat doen. Ja. Want we moeten in Nederland uit de loop gaan. Ja, en de CO2-uitstoot, die blijft dan, dat doel voor 2030 blijft hetzelfde. Nou, dat scherpen we nog wel iets aan. Wij willen 65% naar nul in 2040. Ja, nee, maar ik heb uit het programma gehaald. In 2030 hebben we als land 65%. Ja. Ja. Oké, okay, dan hebben we dat even helder. Ja. Oké, okay, maar dus het gaat om natuurbehoud en als dat 2032 is, dan is dat het. Ja, mits we in 2030 wel de doelen halen voor natuurherstel. Oké, dus dat die blijven dan die doelen overeind. Blijven gewoon in beton gegoten. Dan hebben we dat even helder. Ja. Mijn vraag is ook een beetje aan u. Ik heb uw campagne zitten kijken ook. En mijn vraag is, op wie doelt u nou deze verkiezing? Wie probeert u naar PvdA GroenLinks te trekken? Zijn dat juist de progressieve kiezers of wil u juist de twijfelaars rond het midden een beetje hebben? Nou, ik denk dat we in Nederland in de afgelopen 1000 dagen eigenlijk nauwelijks beleid hebben kunnen voeren. Daar bedoelt u vorig kabinet mee, hè? Vanaf de val van Rutte 3 is er eigenlijk bijna niks meer gebeurd. Nee, dat zei je bij WNL ook. En als je nou iets wil veranderen, dan zou je meerderheden moeten vinden. En ik kan niet met GroenLinks Partij van de Arbeid alleen het land trekken. Ik zou het wel willen, maar dat lukt niet. Nee. Dus ik moet ook zien waar de openingen zijn naar andere partijen om te komen tot afspraken die Nederland vooruit helpen. En bent u dan, en noemt u zo'n afspraak? Waar zou u iets meer over rechts willen gaan dan? Nou, wat mij omgaat is dat ik van GroenLinks Partij van de Arbeid zo'n sterke partij maak dat rechts niet om ons heen kan. Ja. Want ik weet zeker, of het nou Omtzigt is of Jessicus, als ze de kans krijgen, dan gaan ze met elkaar regeren. En dus ik moet ervoor zorgen, dat is mijn taak, mijn opdracht, dat GroenLinks Partij van de Arbeid zo groot is dat ze niet om ons heen kunnen. Nee, dat begrijp ik. Goed, de afspraak die we maakten met de woordvoerder van GroenLinks PvdA was dat we een half uurtje nodig hadden voor vragen. Zo konden we zonder haast even goed door alle punten heen lopen. Maar na precies zo'n 3 minuten horen we dat we af moeten ronden. Ik heb een interview aangevraagd helemaal. Ja, ga je gang. Nee, we hebben hierover gemaild. Ga je gang. Oké, dan moet ik even mijn vragen even denken. Met wie zou u het liefst regeren? Het liefst met zoveel mogelijk linkse partijen uiteraard. Ja. Mijn handreiking is geweest naar de Partij voor de Dieren, naar de SP. Daarnaast kom je uit bij D66. Ja. En dan moet je misschien nog verder kijken. En dan Volt uiteraard. En dan moet je kijken misschien naar een partij als de Partij van Omtzigt. Maar hij heeft zo'n duidelijke voorkeur voor rechts dat ik hem wel... Wij moeten heel sterk zijn, willen we hem zo ver krijgen. Als u de grootste wordt, minderheidskabinet met alle linkse fracties? De problemen van het land zijn te groot. Met een minderheidskabinet zit je voortdurend, moet je stemmen sprokkelen, moet je allerlei compromissen sluiten. Je kan niet snel genoeg vooruit. Heel even. Ja, we hoeven haar niet aan te raken volgens mij. Ik ben midden in een interview. Mag ik heel even afmaken? Okay. Maar we hoeven haar niet aan te raken. Nee. Okay.
Oké. Okay. Ja, dus we gaan niet met een minderheidskabinet over links. Dat is niet de bedoeling. Nee. Is het dan niet verstandiger om vanuit links hele scherpe oppositie te voeren in plaats van dadelijk weer de fuik in loop met VVD? Maar mijn vrees is dat we dan zoveel tijd verliezen. Ja. En daarom ben ik hier ook op die klimaatmars. Ja. We kunnen geen tijd meer verliezen. Nee. We moeten vooruit. Ja. We zitten al veel te lang staan we stil. Ja. Dus als je een links-progressieve kiezer bent en aan klimaatmars komt, ben je dan aan het goede adres bij Timmermans? Nou, werd ook een beetje gejoeld net toen u opliep. Ja, maar je zult in Nederland meerderheden moeten krijgen. Ja. En op links kunnen we niet een meerderheid alleen op links zo meer. Nee, okay. Dus je moet een opening hebben naar andere partijen, anders krijg je niks voor elkaar. En liever niet de VVD. Nee, want de VVD heeft op geen enkele manier getoond te beseffen waarom het land is vastgelopen. Ja. Zij gaan gewoon maar door. En weer 2 minuten later worden we weer onderbroken. Weer door de woordvoerder. Maar vooral ook door buitenlandse journalisten die blijkbaar geen zin meer hebben om te wachten. Nee? Sorry? Ik moet heel snel. Er gebeurt hier van alles. Tata Steel. Ja? De koksfabrieken van Tata Steel moeten dicht. Maar zelfs de mensen waarmee ik gesproken heb die voor een betere milieu in de regio pleiten, die willen ook samen kijken naar een groene toekomst voor Tata Steel. Ja, maar dat duurt veel te lang. 2045 maar is het plan. Dicht of niet? We vervuilen te veel. Ik vind het ridiculous. Maar we zijn ook journalist. Ik know. I made an appointment. We hebben een appointment too. Tim, ik heb het super duidelijk aan je redactie doorgegeven dat er echt maar plaats is voor een paar vragen, omdat we ook nog in de avond door moeten. Dus oké, wat de woordvoerder hier zegt over die paar vragen is dus niet waar, maar toch moeten we stoppen. Zonde, want we hadden nog wel meer vragen. En achteraf baalt het team van Timmermans zelf ook nog. En dus bellen ze met excuses en de boodschap dat we het interview op een later tijdstip af mogen maken. Hi, met Tim. Hey, hallo. Hey, ik dacht, ik bel je nog even over twee dingen. Eén om sorry te zeggen, want het was gewoon, het was chaotisch. En jij wilde een langer gesprek en er was eigenlijk geen tijd en geen plek voor. En er was een misverstand van onze kant dat we dachten, het gaat om een paar korte vragen tijdens de mars. Ik heb nog even gecheckt ook, maar we hadden een half uur aangevraagd. En dat we begrepen dat het door de week ingewikkeld was. En dus dat dan daar zou plaatsvinden. Dus dat, ja. Ja, precies. En het werd meerdere keren onderbroken, onder andere door mij. Dus het voorstel wat ik wilde doen is om te kijken of we het alsnog op een rustige plek met iets meer tijd kunnen inplannen om het over te doen. Ja, oké, dat is sportief. Is het goed als ik dat dan even leg? Ik dan even op de redactie. Dan gaan we even plannen. Ja, lijkt me heel goed. Laten we het zo doen. Oké, dan doen we dat. Oké, groetjes. Hoi, hoi. En dat is dus wat we gaan doen. We treffen Timmermans een paar dagen later nog een keer. En zo gaan we met Timmermans verder waar we gebleven waren. Hi, we hebben een afspraak met Frans Timmermans hier. Ja. Maar is dat... Kijk, pas op voor de opstapje. Ja, moeten we jou volgen? Ja, lijkt me goed. Ja, oké, top. Oh. We zijn wat vroeg hoor, dus half... zijn 6. Hallo. Hoi. Hoi. Hi. Ja, zijn we... kunnen we al? Hallo. Hi. Hallo. Zijn we weer. Hi. Hi. Meneer Timmermans. Hi. Hi. Hallo, Tim. Nou, fijn dat we... Hi. Nog een keer konden komen. Hoe gaat het zo ver? Goed. Ja. Ja. Kijk, ik vind, wat ik fijn vind, is dat nu duidelijk wordt dat er echt een heel rechts kabinet dreigt te komen. Ja. Dus dat betekent dat we op links weten wat ons te doen staat de komende week. Nou, laten we daar eens over hebben. Vorige keer hebben we elkaar gesproken. Ja. Daar kwam van alles tussen. Ja, toen belden jullie, laten we het lekker. Nog een keer doen. Ja. Nee, ja, dat doen we. Maar even voor de goede orde, dat doen we voor ons, omdat ik gewoon nog een aantal vragen heb. Tuurlijk. Ik wil eigenlijk beginnen even met een quote van u over Greta Thunberg bij het protest van afgelopen zondag. Daar zegt u, heel jammer dat ze dat doet. Dat gaat over iemand de beurt geven over de situatie in Gaza. Omdat ik juist vond dat voor kort de klimaatbeweging niets politiek was. Dat had niks met links en rechts te maken. Wat bedoelt u daar nou precies mee? Ja, omdat ik vind dat de klimaatcrisis de hele mensheid aangaat. Ja. De grootste bedreiging is voor de mensheid. Ja. En als je dat niet trekt in een links-rechts tegenstelling, dan maak je het voor mensen die twijfelen, is dit voor mij een belangrijk item, maak je het makkelijker om naar het item zelf te kijken en niet te moeten beslissen, jammer, dat is iets voor linkse mensen of rechtse mensen zijn er tegen. Ja. U trekt het hier los van politiek. Dat is wat hij hier in woordelijke zin doet. Wat ik zeg is, natuurlijk is het politiek, maar in de zin van partijpolitiek. Het zou geen partijpolitiek moeten zijn. En als je een ander onderwerp erin betrekt,
dan dwing je mensen, hè, want ik heb het gemerkt op het museumplein. Ja, ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Heb ik gemerkt dat ook mensen zeggen, ja, daar ben ik niet voor gekomen. Ja. Ik ben gekomen om mee te protesteren tegen de klimaatcrisis. Maar is het... En ik wil niet in een ander onderwerp. Nee, oké, maar is het dan aan Greta Thunberg om haar mond te houden? Of nee, is het aan die mensen? Of, maar, nou ja, nou, maar u zegt, heel jammer dat ze dat doet. Ja, dus ik dat... vind het jammer dat ze dat doet. Je vraagt mensen om te komen. Om hun steun te vragen, om te laten zien dat ze willen dat we iets doen aan de klimaatcrisis. Ja. En dan moet je niet zeggen, oh ja, by the way, je bent er nu toch. Wil je niet ook voor de Palestijnse zaak opkomen? Dan zeggen mensen, ja, maar hallo, daar ben ik niet voor gekomen. En, wat, en ik wat, wil wat ook is niet daar, wat dat is mijn aanwezigheid hier wordt gebruikt voor een ander onderwerp. Het is ook geen leuk onderwerp, Fasa, nee, natuurlijk. Niet. Laten we het eens over hebben. Wat is uw stance precies? Als u dat in twee zinnen uitlegt. Israël en de situatie in Gaza. Nou, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Israël heeft het recht om te bestaan. En zich te verdedigen tegen terroristische organisaties die het bestaan van Israël ter discussie stellen. Maar in de reactie daarop moet Israël wel proportioneel en binnen de regels van het humanitaire oorlogsrecht handelen. En op dit moment vind ik het handelen van Israël niet proportioneel. Het gaat natuurlijk niet zo om, vind ik dat ze dat doen of vind ik dat niet doen. Feitelijk gezien doen ze dat niet, toch? Nee, ik denk dat ze met die bombardementen schieten ze tekort in het beschermen van de burgerbevolking van Gaza. Ja, en daar wordt ook van gezegd, zij schenden het oorlogsrecht. Het is in ieder geval niet in lijn met de regels van het internationaal humanitaire oorlogsrecht. Ja. En ik vind ook dat, het dringend, dat we dringend toe zijn aan een staakt het vuren. En ik hoop dat we erin slagen om met name Fatah weer in een positie te brengen, zodat die alle Palestijnse gebieden kunnen besturen. Met vooruitzicht op een eigen Palestijnse staat waar ze recht op hebben. En daarom moet de staat Israël ook keihard worden aangesproken op het gedrag op de Westbank. Dat moet stoppen met de bouw van nederzettingen. Stoppen met de rechteloosheid door het gedrag van de kolonisten. Daarmee kun je een perspectief op een lange termijn oplossing schetsen. Er zijn organisaties die klagen nu de Nederlandse staat aan vanwege steun aan ernstige schending van mensenrechten in Gaza. Ja, het heeft te maken met de wapenleveranties met van Nederland. Ja. En ik ben ook tegen die wapenleveranties. Ja. En bent u voor het aanklagen van die staat ook? Ik denk niet dat onze staat is om dat te doen. Ik wil gewoon dat wij hier vraag ik echt uw mening. Vindt u dat een goed idee, ja of nee? Nou, ik vind dat alle organisaties, zeker die zich om dit soort zaken bekommeren, het recht hebben om naar de rechter te gaan. Onze taak als politici is om ervoor te zorgen dat die leveranties stoppen. Nederland nog als bondgenoot van Israël, ja of nee? Nou, ik vind wel dat Nederland mede verantwoordelijk is in Europees verband om te zoeken naar oplossingen. Maar dat vergt ook wel dat Nederland bereid is om ook Israël heel kritisch te benaderen. Ja. Israël is een staat waar we vriendschappelijke relaties mee hebben en die het recht heeft om te bestaan. En ik vind dat wij ook de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat Israël kan blijven bestaan. Ja. En wat is de optimale oplossing? Een twee-staten-oplossing? Twee-staten-oplossing lijkt mij... Kijk, van alle oplossingen die onmogelijk lijken, is de minst onmogelijke nog steeds in mijn ogen de twee-staten-oplossing. Ja. Ik las ook in dat interview met de Telegraaf, heeft Nederland een asielprobleem? En dan zegt u ja. Heeft de Telegraaf letterlijk in die bewoording die vraag zo aan u gesteld? Ja. Ja? Dan zegt u, Nederland heeft een asielprobleem. Ja. Wat is dan het asielprobleem? Ons asielprobleem is dat we in Europees verband er nog niet in zijn geslaagd om die mensen die geen recht hebben op bescherming weer terug te laten keren naar hun landen van oorsprong. Dat kan Nederland niet zelf en alleen oplossen. Hebben we het dan over veilige landers? Ja, dat moet worden opgelost in Europees verband, want dat kunnen we niet alleen. En dus daarom hebben we een probleem. Wat is dan precies het asielprobleem? Dat de steun voor een menswaardig asielbeleid ondermijnd wordt door het feit dat we er niet in slagen de mensen die geen recht hebben op asiel te laten terugkeren naar hun landen van oorsprong. En hoeveel zijn dat er dan? Dat zijn er een aantal duizend, ik weet de aantallen niet precies. Maar ja, u heeft het over een asielprobleem in de grootste krant van Nederland met een miljoen lezers. En een ander asielprobleem waar ik ook op heb gewezen is dat we de opvang van asielzoekers op veel te weinig plekken concentreren, zodat er veel meer overlast is dan nodig is. Als je dat netjes over Nederland spreidt, de opvang, en kleine locaties maakt, dan is er ook veel minder overlast. Dat is ook onderdeel van ons asielprobleem. Wat is nou het probleem? Want nu lijkt het, een asielprobleem gaat over de hele keten, lijkt. Met permissie. Denk wat u maakt, dat het om aantallen gaat. We hebben heel veel Oekraïners opgevangen, zonder dat het tot enig probleem leidt. En een kleine groep zorgt voor zoveel ontregeling dat daarmee de steun onder de Nederlandse bevolking voor het asielbeleid ondermijnd wordt. We hebben een breder probleem in Europa, omdat het geen enkele lidstaat lijkt te lukken om mensen terug te krijgen naar de landen van oorsprong. Ik zie in het land dat het draagvlak onder de Nederlandse bevolking
voor een humaan asielbeleid ondermijnd wordt, omdat we sommige problemen niet onder controle krijgen. En daarom zeg ik ja op die dat vraag. Is uw punt. Dat is mijn punt. Dat is uw punt. Ja. Waarom heeft u dat dan niet zo gezegd? Dat heb ik ook zo gezegd. En als ze dat verkort opschrijven, dat is aan de Telegraaf, niet aan mij. Dan de laatste, de belofte. Als u het wel wordt, of misschien als u oppositie gaat voeren, wat kunt u beloven aan de kiezer? Wat wij zullen doen, en dat is ook een van de kernpunten in ons programma, en dat is iets wat mij iedere dag meer motiveert. 800.000 Nederlanders zitten in armoede. Wij kunnen met onze plannen dat aantal in 4 jaar tijd halveren. Dat is levensveranderd voor zoveel mensen en in een omgeving. Ja, daar wil ik me voor inzetten. Dank. Oké. Veel succes nog komende dagen. En tot de volgende. Tot de volgende. Oh. Regent het nou? Ja. Nou, volgens mij zijn we klaar, hoor. Ja, dat waren Van der Plas en Timmermans. En ook nu weer de vraag, wat hebben we van deze gesprekken nou geleerd? Nou, dat gaan we je nu vertellen. Let op. Allereerst Caroline van der Plas van BBB. Zij zegt dus dat ze liever met rechts regeert dan met links. En ook met de VVD. En dat is opmerkelijk, want Van der Plas en haar kiezers ageerden juist tegen de VVD. En ze hebben geen radicaal nieuwe plan, alleen een nieuwe leider daar. En de BBB wil dus betere zorg en heeft meer plannen, maar kan niet vertellen hoe ze dat dan willen financieren. Dan Timmermans. De stikstofdeadline van 2030 wordt alleen teniet gedaan als de natuur dan wel in betere toestand is. Tata Steel moet niet dicht, maar wel groener. Timmermans is voor het gelijktrekken van het jeugdloon. En Israël heeft recht op zelfverdediging, maar het is nu niet proportioneel hoe ze dat doen. En Timmermans is ook voor een staakt het vuren en een twee-staten-oplossing. Tot zover dus. Ons tweeluik met de 4 lijsttrekkers van NSC, VVD, BBB en GroenLinks, Partij van de Arbeid. Wil je verder verdiepen? Zie dan de linkjes in de beschrijving. We hebben de partijprogramma's getoetst aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En volgende week zijn we er gewoon weer. Dan op donderdag om 4 uur. Geen politiek, maar gewoon een normale ouderwetse boos. Tot dan. Ja, maar voor je gaat stemmen, ben je ook boos? Mail ons op boos@bnnvara.nl en vergeet niet te abonneren. Hieronder is gratis, doe het gewoon. Volgende week zijn wij er weer en dan gewoon op donderdag. Geen politiek, wel avontuur. Tot dan. Hey kijkers, we hebben de Frans Timmermans dans ingestudeerd. 3, 2, 1, let's go. Far check, Frans. Hebben jullie dit al gezien? Wat doe je? Je maakt het stuk.